Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag met opnieuw van Taiko 2 met Ido. Hi. En we zijn hier bij gebleven en ik weet eigenlijk helemaal niet wat we volgens mij de vorige aflevering hebben gemaakt. Volgens mij hebben we de... Nou, ik heb gelijk een last van met onze organisatie. Maar in ieder geval, we hebben dus volgens mij de vorige aflevering een achtbaan erbij gebouwd. En de Enterprise denk ik, met spindieren binnen alles. Ik heb het vergeten. En dat ronddraaiend schip. Ja. De kostmachine 2.0. Zoiets ja. Dus ik ga even kijken. Maar dit spel speelt beter dan een andere rollercoaster gespeeld heb. Ja, dat kan. Binnenkort komt er een nieuwe serie, eigenlijk Rollercoaster Tycoon. Misschien weten we hoe kapot die game is. Nou, dat spel ga ik dus spelen op het kanaal. Ja. Nou ja, ik wil waarschijnlijk deze aflevering misschien nog weer een achtbaantje erbij bouwen, of ik weet niet wat jouw plannen zijn, maar... Ja, heb je ook post plaatsen. Dat sowieso, dat lijkt me wel handig. Maar ik denk dat ik goed wat ga beginnen met de achtbaan. Voor je game. Ja, ik ga gewoon een houten achtbaan maken. Dat kan. In de pan. Een cake in de pan. Zoiets. Even zien. Ik ga hem een beetje rechts in het park maken. Ik ga vast wel zien waar ik wil gaan bouwen, maar oké. Dat kan. Ido, weet jij dit trucje? Met die helling die ik nu een stuk stel. Ja, kende ik al. Ja, doe ik echt heel vaak. Gewoon omdat het wat makkelijker is, vind ik. Ah, makkelijker hoeft het niet te zijn. Oh. Ik begin weer met spul te strooien bijna. Even zien. Ik maak deze 19,5. Ja, 19,5 vind ik wel prima. Eens kijken hoeveel geld we hebben. Gaat hard. We zitten al in jaar 2. Exactly. Deze kan nog. Zou ik de wc's maar gratis maken? Oh, waarom het niet? Verticale looping. Nou, gaan we één wc het hele park maken die gratis. Oké, dus één wc die voor gratis is. Nee joh. En de rest niet. Natuurlijk niet. Maar hoor al dat geld dan binnenstroom? Oh, dat klinkt echt als muziek aan je oren? In mijn oren. Oké, dat was wel een beetje krap, maar het past. Een marketingcampagne is voorbij. Oh ja, dan moet ik wel een beetje opletten met geld natuurlijk. Nee joh. Ik hoor een zeehond. Waar zal dat ding toch vandaan komen? Ik weet het toch niet. Echt, uit de computer. Echt gelijk alle advertentiecampagnes die gaat eruit. Zie eens hoeveel mensen er weer bij komen. Jesus Christ, halleluja. Er is hier veel fanalisme. Waarom zoveel fanalisme? Waar is dat goed voor? Geen... Ik ga toch ook niet naar jouw huis toe gaan en even je hele... Ja, dat kan. Maar of ik het waar... Dat doe ik toch ook niet? Ja, nee, maar... het kan wel. En ik ga dan niet even voor de gein je auto door in de... Ik zie het niet zo snel gebeuren, maar... Zou je het toch niet leuk vinden? Nop. En waarom ga je dan wel bankjes lopen? Niemand weet het. No one know. Okay. It's just a mystery. Can you solve it? Oh ja, ik heb natuurlijk ook nog de mogelijkheid om een actievolte gedeelte. Nou, dan gooi ik hem gewoon hier achteraan. Doen, 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 doen. Zie als een parkwaardering is. Ja, gaat lekker.
Als het zo 959. Ja, als we het zo houden, dan komt het goed. Aha. Maar de Enterprise denkt er anders over. Een stalen schroefachtbaan. Dat is een... Ik zie lichtjes in de lucht. Lichtjes? Buiten of... Ja. Oh, vuurwerk of zo. Vuurwerk. Ja, het is de tijd van het jaar, hè, dus... Nog niet. Ah. Nog een paar dagjes wachten. Voor ons wel, ja. Oeh, dit past net. Hier nog maar eens even wat remmen neerplempen. Is ook wel een verstandig idee. Kun je niet beter eerst een bocht doen? Oeh, nog meer sterretjes. Oké. Okay. Wie dacht dat te horen was, al die knallen bij mij? Ja, ik hoorde die laatste knap nog wel voordat je zei, oeh, meer sterretjes. En blokken. En moet je nagaan, dat is ergens 2 kilometer verderop. Ja, dat valt goed te horen. Nou ja, nu niet, maar... Snap het. Ja, ik wil... Dat kijk een beetje... open veld heb in de buurt. Het gaat lekker echoen. Ja. 2 treinen is wel goed. Kunnen we die karretjes nog maar maken? Yep. Nou, iedereen heeft al test gedrukt. Gaan we eens kijken of het goed gaat. Waarschijnlijk niet, maar oké. Okay. En Ido heeft hem weer uitgezet, gewoon om grappig te zijn zeker. Jij bent zeker de grappigste thuis. Of is dat de... Dat is de deurklink. Ja, precies. Ido. Ik wil er ook weer een in zeg, ja? Laat mij. Ido! Jij klojo! Ik kan net niet! Huh? Misschien nu wel? Dat is de eerste keer dat ik dat zie. Een plezierfactor en een misselijkheidsfactor bij de karretjes. Ido! Zo heel lang. Hè? Hey, mug, dat doe je dan maar. Die zullen op een zeiken. Nou, moet ik even naar de zeiken. Dus, Gaat hij het nou halen of niet? Ah, vast wel. Ja, die haalt hij, man. Gemak. Yo, makkelijk. Nou, pad eraan slepen. Een pot pindakaas eraan vastslepen. Zeg dat nou? Nice. Mark, stop. Wacht. Als je nou niet zo lang doet, kan je er nog een pad langs leggen. Ja. Dat is misschien nog wel heel erg lang. Het is ook fijn dat je mijn werk doet. Alsjeblieft. Oh ja, nee, tuurlijk. Net wanneer ik. Nee, nee, heb ik al wat zo. Wat? Oh, oeps. Bijna. Ido, kun je... Goed zo, Mark. Ik heb een hele wachtrij aan het slopen. Ja, ik sloop graag tegen. Dat is thuis mijn team. Zoiets. Er zullen ook heel veel mensen gaan komen. Ik heb de hele wachtrij naar de kloot geholpen. Deze Mark. Schaam je. Nou ja, wel even handig om die houten achtbaan gelijk aan te zetten, hè. Niet zodat ze erheen lopen en denken van, oh, ik ga weer terug, want er is hier niks. Even die attractie goed instellen. Eens kijken, wat zijn ze nu aan het onderzoeken? Een giga-achtbaantrein, 8 mei.
Och, ik hoor gewoon prachtige muziek. Wat zei je? Dat is net aan dode herdenking en bevrijdingsdag. Ja, dat klopt. Save the day. Wat zei je? 20 seconden wel te wachten? Nee. Maar net niet. Hij gaat ook niet in gat ofzo, deze attractie. Hoeft toch ook niet. Ik vind het wel een prima Jawel. Achtbaan hoor. Hij moet harder. Harder. Ga dan maar in de snelste achtbaan van de wereld zitten. En dan eens kijken of je dat wel zo leuk vindt. Is altijd prachtig. Dat vind jij. Precies. Maar het loopt ook wel goed door, die auto aanvragen. Dat is wel fijn. En dan moet je helemaal instellen namelijk. En dan moet je ook instellen. Ja, nou, ik ga er even wat bakjes in zo neerzetten. Is misschien ook wel even verstandig. Maar ja, kun jij er even een schoonmaker opgooien? Dat is jouw taak, toch? Dat is wel mijn taak. Ja, dat is net... Ik mocht ook een pad aanleggen voor jou. Betekent niet dat als ik één ding zeg van... Oh, wat dat weer zo is, dan hoeft het niet met alles zo te zijn. Maar ja, ik ga ook gelijk even nog een EHBO-post ernaast zetten, want het ziet nog wel eens gebeuren dat mensen gewoon misselijk eruit komen. En de Giga-achtbaan. Giga-achtbaan! Nou, dan weet iedereen... Hey, dan weet jij waarschijnlijk wel wat je de volgende aflevering gaat doen. Ja, een boomstam rivier bouwen. Dat is niet precies wat ik wou, maar oké. Helemaal prima. Nee, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het vonden. Geef een like, abonneer en verloop naar het kanaal. Oh, dat kwam er een beetje slecht uit. Ja, precies. Nou, in ieder geval, abonneer even op ons kanaal. En dan zien jullie de volgende keer weer. Later. En de volgende keer gaat het sneller zeggen. Nee. Kijk als het dan nog een keer goed gaat. Nee, dat gaat niet goed. Nou, later.